Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Energiewacht. Demi de Zeeuw heeft vandaag gezegd geen probleem te verwachten komende zondag tegen Feyenoord. Sterker nog, Jan Dirk, hij spreekt van een mogelijk grote uitslag. Ja, Ajax zou de laatste jaren elk jaar kampioen worden. Ajax zou de laatste jaren elk jaar deelname aan de Champions League afdwingen. Ja, ze hebben natuurlijk een fantastische generale repetitie in Madrid achter de rug. Dus een mooie Amsterdamse arrogantie. Dit is FC Rijnmond. Welkom bij FC Rijnmond. Fijn dat u weer kijkt op deze vrijdagavond, 2 dagen voor de klassieker. Naast Jan-Dirk Stouter, daar zijn we ook bijzonder blij mee, de technisch directeur van Feyenoord. En dat is Leo Beenhakker. Leo, welkom. Dank je. Woensdagavond, was dat een rare avond voor je? Nou, geen rare avond, speciale avond. Ja. Ja, je krijgt zo'n flashback natuurlijk. Ik heb daar 4 jaar mogen werken, zeg ik dan steeds. En het is mooi om dat allemaal weer terug te zien. En dan... Ja, het was een bijzondere avond. Ik heb ademloos zitten kijken, niet alleen naar het voetbal op zich, maar het hele sfeertje enzovoort. Dat is, ik heb een topavond gehad. Ja, want dat waren ook nog eens een keer 2 oude ploegen van ja, je natuurlijk. Ja, ook dat nog. Ook dat nog. Ja. Je was toch wel voor Real, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, hier. Nee, dat is geen discussie. Dat heeft niks de te maken. De buren hebben geklaagd over het harde juichen bij de 1 en 2-0. Ja, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Nee, wat dat betreft zit... Maar dat kun je je voorstellen. Ik bedoel, als je 4 jaar Madrid hebt mogen doen... Dat zit dan zo in je hart. Dat is logisch. Jan Dirk, we zitten vlak voor de klassieker. Feyenoord had een keepersprobleem. Maar Rob van Dijk is toch fit. Maar een liesbreuk, kan je daarmee keepen? Ja, wel opmerkelijk. Erwin Mulder kan niet spelen. Rob van Dijk met die liesbreuk. Ja, toch gaat hij spelen. Hij is vandaag fit bevonden door Mario Been en zijn mensen. Ja, en blijkbaar is het vertrouwen in Darlé dan niet zo groot... Dat Van Dijk opgelapt is en kan spelen zondag. Heb je wel eens meegemaakt, Leo, dat de keeper met een liesbreuk heeft gespeeld? Ja, ik weet niet hoe ernstig het is. Maar het is als het iets licht is, dan moet dat kunnen. En het is geen kwestie van gebrek aan Darlé. Er is een bepaalde pikorde. Hij heeft keuzes gemaakt met Mulder 1, Van Dijk 2. En als Van Dijk fit is, dan moet hij keepen uiteraard. Maar ik moet eerlijk zeggen dat op het moment dat het niet kan, dat we alle vertrouwen in Darlé hebben. Zeker weten. Ja. Laten we maar eens terugblikken op de week die achter ons ligt. In de week dat Feyenoord Ajax wordt gespeeld, schokte een oud Feyenoorder de voetbalwereld. Evander Snow werd tijdens een duel van Jong Ajax onwel en moest op het veld worden gereanimeerd. De Dordtenaar moet de komende weken nog in het ziekenhuis blijven voor nader onderzoek. Het was ook de week waarin ze bij de Kuip er alles aan doen om de goden gunstig te stemmen voor het treffen met Ajax. De vraag is natuurlijk of het werkt komende zondag. Het werkt in ieder geval wel voor FC Dordrecht afgelopen maandag. Kennelijk stond de wind gunstig, want de Schapenkoppen wisten voor het eerst dit seizoen te winnen. De Witte Leeuwen van Telstar waren geen partij voor de Schapenkoppen. Dus hulde, zeggen wij. Als u zich afvraagt, het zou zomaar kunnen, wat oud-profs tegenwoordig doen, is hier een leuke aflevering van Hoe is het met Geert en Oude? De oud-spits van Excelsior zit tegenwoordig in de huizenbrands en overweegt een carrière als elektricien om de kosten wat te drukken. Nou, misschien toch maar niet, Geert? Godverdomme, je schok, jongen, dat weet je niet weten. Kies tegen Rijnmond. Mag het blijven staan? Of ja, natuurlijk, vriend. Het was een leukje. Maar bovenal was het de week waarin we hoorden dat dit niet meer kan. Voor RTV Rijnmond vanuit de Kuip. Ja! Wij mogen geen live verslag meer doen van de wedstrijden van Feyenoord. En dat na 25 jaar. We zijn niet de enigen die hierover teleurgesteld zijn. U ziet hier een Hans Kraaij junior die zojuist gehoord heeft dat wij de klassieker niet uitzenden zondag. Er is even overleg met de scheidsrechter over de ontstaande situatie. En dan... Hans gaat het voor ons oplossen. Hans Kraaij junior. Volgende week trouwens de gast op de plek van Leo Beenhakker. Leo, ontkom er niet aan. Wat vind jij van de hele situatie zo Rijnmond-Feyenoord? Nee. Ga je het ook zondag missen?
Ik hoor het niet en ik zie het niet, maar ik blijf hier even buiten. Dit is een puur zakelijk verhaal waar andere mensen verantwoordelijk voor zijn. En ik zou het ook niet erg accepteren als de commercieel directeur, de financieel directeur morgen ging zeggen wie er moest gaan spelen zonder tegen Ajax. Hetzelfde. Ik bedoel, nee. Nou, Jan-Dirk, laten we even dan bij jou neerleggen. Jij kan er wel op reageren, want we doen Feyenoord-Ajax wel. Hoe? Ja, hoe, daar zijn we nog over aan het praten in termen dat we onze luisteraars niet in de steek laten. Dat is overduidelijk zondagmiddag. Zondagmorgen om 11 uur beginnen we al met een uitgebreide vooruitblik. Collega Ruud van Os is in het stadion om na afloop een aantal mensen te spreken. Frank Vijg presenteert de uitzending. John de Wolf gaat het duel voor ons analyseren en ik ga vertellen wat er ongeveer gebeurt in dit duel. Dat gaan we doen op een andere manier dan anders. We zijn nog aan het kijken wat er precies wel en niet mag. Maar natuurlijk gaan we onze luisteraars bijpraten over deze kraker in de Kuip. Goed, nou, dan het nieuws even doornemen. Beginnen we met Cabral en Castaños en ook aan de zijde van Sparta. Duarte, die worden gevraagd voor het Kaapverdiaans elftal. Ja, zeer de vraag of die jongens op die uitnodiging in zouden moeten gaan. Ze zijn ook in beeld bij Jong Oranje. Sterker nog, spelen daar regelmatig. Cabral er pas voor de eerste keer bij Castaños. Die al lange tijd voor een aantal Nederlandse vertegenwoordigende elftallen uitmaakt. Volgens mij zou het onverstandig zijn om nu de keus voor Kaapverdië te maken. Over die zo'n lange reis ook de hele tijd. Hè? Lijkt me veel gedoe. Ja, Guillaume Fernandes, uiteindelijk toch 4 wedstrijden geschorst. Kan niet meedoen tegen FC Groningen. Is dat nou een zware straf, Leo? 4 wedstrijden voor die overtreding die hij maakte op Moreno? Het is een pittige straf. Maar het was ook wat ik gezien heb. Maar nogmaals, puur op basis van beelden. Het was ook een pittige overtreding, ja. Ja, ondanks dat, want het zou wel gemist zijn, denk ik, voor Excelsior, deze spits. Uiteraard. En zeker in wezen is Excelsior een beetje gefocust op zijn manier van voetballen. Dat weten we. Vrij gesloten en zoeken met name het lange bal in de rug van de verdediging. Dus dat zullen ze een beetje bij moeten stellen. Met name in uitwedstrijden is het natuurlijk een beetje vervelend voor ze. Maar ja, het is de consequentie van het gedrag. En ik vind wel dat je met zulke dingen, dat je daar best wat rigoureus mee om kan gaan. Ja, ja. Is het nou nog ooit ter sprake geweest bij jullie? Heb je geen spijt van dat je hem hebt gehaald of wel? Als je hem zo ziet scoren steeds. Ja, ik zeg het toch maar even. Jawel, maar luister nou. Dan zou je dus op dat moment... Kijk, deze jongen is een prima voetballer. Maar qua karakteristieken is het een jongen die een heel ander spelletje vraagt. Dit is geen jongen om te spelen in de kleine ruimte. Dus dat zou betekenen als je met dergelijk type, niet alleen met hem, maar met een dergelijke type spits zou spelen. Dan zou je dus ook moeten accepteren dat Feyenoord op een andere manier gaat voetballen. En bij balverlies inzakt en vanaf eigen helft, daardoor ruimte creërend op de andere kant. En dus meer en meer op de counter gaat spelen. Nou, punt 1. Maar je hebt nu geen spits natuurlijk, hè? Ja, maar je hebt diverse soorten spitsen. Ik bedoel, je moet ze ook op een gegeven moment binnen de manier waarop wij willen voetballen. En wellicht ook wel moeten voetballen richting het legioen enzovoort enzovoort. Je probeert aanvallend te spelen, je probeert dwingend te spelen, je probeert op de helft van de tegenstander te spelen. Dat ga je ook niet voor één speler veranderen. Dus kijk, het is nou niet iedereen die gaat dan wat opportunistisch reageren na zo'n wedstrijd Excelsior Feyenoord. We kennen die jongen dus al veel langer. Hè. We waren vorig jaar ook elke week present bij Excelsior. Dus daar wordt best over nagedacht en daar wordt best over gepraat. Wij vonden en vinden het nog steeds geen oplossing voor, zeker in relatie met de manier waarop we nu aan het spelen zijn. De klassieker staat voor de deur, Jan-Dirk. Is de klassieker nog een klassieker? Ja, onmiskenbaar. Dit is echt de grootste wedstrijd in Nederland. Feyenoord-Ajax en Ajax-Feyenoord. Ook al zou Feyenoord nog lager staan dan nu, zou dit een hele grote wedstrijd zijn. Het is wel subtop tegen top, moet je helaas vaststellen. Een ploeg die blij is als ze bij de eerste 7-8 ploegen eindigen. Tegen een ploeg die eigenlijk elk jaar kampioen moet worden. Wat dat betreft lopen de ambities wel fors uiteen de laatste jaren. Dat is wel zonde toch, Leo? Dat het verschil zo groot is geworden tussen die twee ploegen qua ambitie. Nou, de ambitie is niet minder geworden. Alleen de realiteit is dat Ajax wat dat betreft veel meer potentie in huis heeft als Feyenoord. En veel meer geld. En dat ligt niet dus aan Ajax, dat ligt dus aan Feyenoord. Aan min of meer het... Laat ik zeggen, wat dat betreft, sportief gezien, door allerlei omstandigheden, een beetje het verval van Feyenoord. Kijk, het blijft een klassieker op basis van de historie. Ik bedoel, er kunnen zich andere clubs inmengen. PSV-Ajax is een belangrijke wedstrijd. Twente-Feyenoord is allemaal heel belangrijk. Maar vanuit de historie is er maar één klassieker, echte klassieker. En dat is Feyenoord-Ajax, Ajax-Feyenoord. Alleen, je zit nu met een situatie dat het kwaliteitsverschil
dermate groot is dat het alleen nog een klassieker is op basis van alle tegenstellingen tussen Amsterdam en Rotterdam en alle emoties die er nog omheen spelen. Puur sportief gezien is het verschil dus in theorie te groot. Dat betekent niet dat je niet een keer incidenteel een goed resultaat tegen ze kan halen. Maar Ajax is nog steeds in een positie dat ze heel nadrukkelijk meedoen elk jaar om het kampioenschap. Of ze het dan winnen of niet is een tweede, maar tot de laatste ronde doen ze mee. En we weten dat die situatie Feyenoord op dit moment en ook de komende jaren, laten we heel duidelijk zijn, niet gegeven is. Ja, gaan we zo meteen verder over praten over die komende jaren. We gaan even kijken hoe er vandaag in de Kuip werd gereageerd, 2 dagen voor de klassieker, op wat er te wachten staat. Feyenoord-Ajax is bijzonder. Zo bijzonder dat Mario Been in de Kuip traint en geen publiek toelaat. Ja, Feyenoord-Ajax, een hele mooie wedstrijd. En, alles wat er omheen speelt is natuurlijk wat extra's altijd. Maar we moeten het gewoon benaderen als elke competitiewedstrijd en voor de 3 punten gaan. We weten allemaal hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de supporters. En dat geldt ook voor ons. En dan kijk je ook wat verder. Als je een overwinning boekt, dan kan je dat zoveel vertrouwen geven voor de komende wedstrijden. En dat is heel belangrijk voor ons. Ja, wij moeten met onze mannen moeten we zondag gewoon ons best doen en kijken wat het halen valt. 2 dagen voor de klassieker zijn het plichtmatige teksten waar de passie niet echt van afspat. De gedrevenheid is er bij de trainer wel. Gelukkig maar. We zijn nog ongeslagen in de Kuip in deze competitie. Twee wedstrijden gespeeld, 7 goals gemaakt. Ajax komt op bezoek, je weet, gesteund door 40.000 mensen. Ja, zou je toch een stuk passie op de mat neer moeten leggen en strijdlust om deze wedstrijd te winnen. En dat is hetgeen wat dat stukje extra moet zijn zondag. En nogmaals, je weet ook dat ze voor de bal enorm veel kwaliteit hebben en elke fout die je maakt wordt afgestraft. Maar het geeft aan in ieder geval de situatie waarin we zitten. En dat is dus duidelijk dat wij moeilijke jaren krijgen bij Feyenoord. Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te schuiven. Maar het mag niet leiden tot berusting. En denken van, Ajax komt op bezoek, laat maar gaan. Nee, wij moeten ervoor zorgen dat we 100% bij de les zijn zondag. En die strijd op de mat leggen wat dat stukje extra moet zijn om een goed resultaat tegen Ajax te halen. Mario zegt het eigenlijk al in dit gesprek, ja, we krijgen moeilijke jaren. Hoe ga je de komende jaren als technisch directeur naar Feyenoord niet alleen naar een schuldeloze toekomst, nou, schuldeloos zal nooit kunnen, maar hoe ga je Feyenoord naar een sportieve mooie toekomst loodsen als technisch directeur? Ja, dat hangt samen in eerste instantie met de financiële sanering. Kijk, het begint met een club die moet dus heel strak bezuinigen. Daar in die situatie zit Feyenoord. Bezuinigen heeft automatisch dat in eerste instantie, want dat is dus de grootste kostenpost, heeft dat direct invloed op het voetbalgedeelte. De sterkte van je selectie. Dus daarin moet je dus in gaan leveren. Terwijl het tegenstrijdig is dat om daar weer uit te komen, juist op het veld, het zo goed mogelijk voor elkaar moet zijn. Want op het veld uiteindelijk, een club heeft maar 2 inkomsten. Dat is op basis van ontwikkeling van de spelers transfers. En dat is meedoen om hoofdprijzen, Champions League winnen, Europa League winnen, spelen. Waarmee je inkomsten krijgt. Dus de inkomsten die kun je dus realiseren op het veld. Maar doordat je zo sterk moet bezuinigen, lever je langzaam maar zeker steeds meer kwaliteit in op het veld. Dus je komt op een gegeven moment in een vicieuze cirkel terecht, waarvan je zegt van, het kan best zijn dat Feyenoord volgend jaar een sluitende begroting heeft. Nou, dat is prima. Dat is een overwinning voor de mensen die daarmee bezig zijn geweest. Maar als je dan op dat moment tegelijkertijd dus sportief gezien qua groep zoveel hebt ingeleverd, dan kun je in wezen pas vanaf dat moment weer langzaam maar zeker gaan bouwen aan een nieuw elftal. Die dan, en dat is ook een proces, dat doe je in een paar weken, die mogelijkerwijs binnen een aantal jaren dan weer mee kunnen doen om de eerste 4 of titelaspiraties kan hebben of wat dan ook. Maar toen u kwam, meneer Beenhakker, zei u, ik wil binnen een aantal jaren naar de Coolsingel. U heeft niet nog 15 jaar als technisch directeur? Nee, zeker niet. Wordt het toch ook met de dag frustrerender? Hoe mooi die club ook is, hoe diep die club ook zit. Het is niet zozeer frustrerend. Ik bedoel, het is net wat Mario net heeft gezegd. Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten. Alleen, in plaats van frustratie is het meer bezorgdheid. Dit is een club met een enorme status, nationaal en internationaal. En ik begrijp best, en dat heeft iedere grote club, dat je een aantal periodes hebt dat je dus heel nadrukkelijk aan de top meespeelt. En dan heb je ook wel eens een periode dat je dus daar wat onder speelt.
Maar ik ben bang dat het sportieve verval van Feyenoord de komende jaren dermate vorm aanneemt. Dat ingegeven door de maar het is nogal wat financieel zegt, het sportieve saneren. Verval. Ja, dat wordt een fase van 20, 30 jaar. Het is al een jaar of 7, 8 aan de gang. Na de UEFA Cup. We zijn bijna 10 jaar verder. Ja, maar dat zal ook andere oorzaken gehad hebben. Dat weet ik niet. Daar wil ik het niet over hebben. Ik zeg alleen nu, ik heb alleen te maken met de actuele situatie. En we weten dat we dus kwaliteit hebben ingeleverd. Het is ook heel tegenstrijdig. Want het is dus fantastisch als je, zoals vanmorgen heb ik dan wel de training gezien. En als je die jonge gastjes allemaal ziet, er zit zoveel progressie in en zoveel potentie in. Maar ja, dat duurt dan nog even. Plus het feit dat je dus straks het probleem krijgt om ze inderdaad allemaal bij elkaar te houden. Want die jongens die hebben ook bepaalde ambities om stappen te maken. Mm-hmm. Ja, dat is logisch. Die jongens die zitten in een fase dat ze ambitie hebben, dat ze ook voor prijzen willen spelen. En dan krijg je een situatie dat als je dus praat over eventuele contractverlenging of wat dan ook, en dat is een misverstand, dan wordt er over het algemeen niet in eerste instantie gekeken. En zeker niet in die leeftijdsgroep begin 20 naar de financiën. Ja, ze willen prijzen winnen. Ze willen hun ambities waar kunnen maken. En dat kan dus ook op een gegeven moment ervoor zorgen dat een aantal jongens in principe best wel zouden willen blijven en willen verlengen. Maar toch zeggen van ja, ik ga mijn heil elders zoeken, want ik wil sportief gezien stappen maken. Ik wil Champions League spelen. Is dat de boodschap die Fer u heeft meegegeven jullie van de week? Nee, dat is niet de boodschap die Fer heeft meegegeven. Ik zeg alleen, algemeen is het een probleem. Wij hebben een aantal belangrijke spelers die in 2012 aflopen. Mm-hmm. En je begint daar nu ongeveer een beetje oriënterend die gesprekken mee van, joh, wat wil jij en hoe kijk jij er tegenaan om te verlengen, ja of nee? En dan zie je dus, dan merk je, dan hoor je dus van die jongens al het eerste wat ze dus vragen, ja, wat is sportief gezien, let wel, de nabije toekomst van Feyenoord. Maar dan is het nieuwe stadion dat rondom het WK van 2018 er zou moeten staan, is essentieel. Want zonder dat nieuwe stadion kan Feyenoord sportief misschien wel helemaal niks. Omdat er financieel niks mogelijk is. Nee, maar dan begrijp jij op een gegeven moment de bezorgdheid. Dat ik ben dus op dit moment niet bezorgd over 2018. Ik ben bezorgd over nu. En ja, maar zonder dat nieuwe stadion is nu 2012. Maar zonder nu is dat nieuwe stadion toch niet. Dan is dat nieuwe stadion toch niet realiseerbaar. Waarom niet? Omdat als je dat nieuwe stadion moet voor inkomsten zorgen, ja, bij Feyenoord, structurele inkomsten. En dan anders kom je er nooit uit. Altijd door Gudde gezegd, we hebben een overbruggingsperiode nodig tot het nieuwe stadion. Maar dan kom je nooit van die 40 van af. Op het stadhuis, dat men steeds minder genegen is een nieuw stadion te bouwen. Zeker mocht er in december straks een afwijzing komen voor het wereldkampioenschap. Mm-hmm. En dan wekt het verbazing dat zondag niet uitverkocht is. Het draagvlak voor zijn nieuw stadion lijkt steeds minder groot te worden. Ja, daar heb ik geen uitgesproken mening over. Daar ben ik niet erg intensief mee bezig. Daar zijn weer andere mensen voor. Maar is het stadion essentieel voor de toekomst van Feyenoord? Laat ik het dan zo stellen. Dat sowieso. Omdat in dit stadion qua inkomsten totaal geen rek meer zit. Nee. En we hebben gezien dat meerdere clubs die overgegaan zijn tot de bouw van een nieuw stadion met veel meer mogelijkheden om het uit te baten, dat die op dat moment dus hun inkomstenpost enorm verhogen, ja. Dus dan kan je heel leuk praten met Leroy Fer of met Wijnaldum of met wie dan ook. Of een contract dat moet je daar los van zien. Nee, maar je gaat er om sportieve aspiraties. Maar kom je ooit van die schuld af? Ja. Ja, ik heb gezegd, die schuld die is, en dat kan iedereen verzinnen, denk ik. Die schuld is dermate hoog. Dat is een bedrag wat je dus nooit op het veld kan terugverdienen. Dat is duidelijk. Je kunt in het voetballen niet binnen een paar jaar 40 miljoen terugverdienen. Ofwel, je moet dus, en daar is weer tegenstrijdige, een zeer hoogwaardige selectie hebben die ervoor zorgt dat je om het kampioenschap speelt, dat je Champions League speelt en dat je een aantal mensen hebt die zich op een dermate niveau zo goed ontwikkelen dat je daarmee dus toptransfers kan maken. Maar ook daarvoor is de tijd niet op dit moment geschikt. Want we weten allemaal dat toptransfers op dit moment, behalve hele exclusieve dingen als Real Madrid of misschien Manchester United of City, maar die bestaan niet meer. En Jan-Dirk, dan is de conclusie, als die je nu even mag trekken, dat Feyenoord voorlopig niet uit het schuld is. Dat het voor Leo Beenhakker voorlopig lastig is om spelers te halen. Of je moet hopen dat er spelers verkocht worden à la Fer, Wijnaldum. Ja, dat die talenten maar niet meer voor de bedragen die gangbaar waren. Het laatste wat je zegt is, sorry dat ik het zeg, dat is ook onzin. Want we weten dat alle inkomsten uit transfers,
Die gaan dus direct in de schuldensanering. Die zijn, daar is dus geen euro van beschikbaar. Er maar als je negende wordt, is het minimaal de komende 2 jaar heb je dus totaal geen mogelijkheid om er ook maar 1 euro te besteden in het technisch beleid, in het aankopen van spelers. Alles gaat heel nadrukkelijk, 100% van het ontvangen bedrag in de schuldensanering. Maar als Leroy Fair, om maar een voorbeeld te noemen, verkocht wordt, en stel dat hij voor 5 miljoen wordt verkocht, ja, dan gaat er een gedeelte naar de talentpoolhouders, dus dan blijft nog een gedeelte over. En dat, gaat, in dat gaat in de schuldensanering. Ja. Maar als je negende, en dan zijn we Fair kwijt. Maar als je om de negende plaats speelt, is Leroy Fair niet 10 miljoen waard? Of 11e? Omdat je het kapitaal niet, omdat je op het veld... Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat Leroy Fair heeft een waarde of gaat een waarde vertegenwoordigen die gerelateerd is aan zijn talent en aan zijn potentie. Dit zijn jonge jongens die nog lang niet aan het eind zijn. Die kunnen nog heel veel stappen maken. En op basis daarvan worden dergelijke transfers worden ingevuld. Sommige clubs die willen panklare spelers die 6, 27 zijn. En sommige clubs die hebben heel veel oog voor jonge aankomende talenten die nog steeds beter kunnen worden. En Fer is een van de spelers die nog steeds beter kunnen worden. Mogen we het woord aankoopbeleid nog gebruiken van u? Of nee, dat heb ik al eerder gezegd. Ja, boos. Nou, ik ben er niet boos over. Ik zeg alleen, ik vind het niet correct. Er is geen aankoopbeleid. Er is ik kan je zeggen dat sinds we op 1 juli 2009 officieel begonnen zijn, hebben wij 8, 9 nieuwe gezichten mogen verwelkomen bij Feyenoord. Daar is 1 aankoop bij, maar Cissé. En de rest is allemaal zonder enige vorm van investering gekomen. Mijatovic, Babovic, Aouzar, Mokotjo, Schaken, Smolov en Loemp. Ja. Hebben op een enkeling na amper wat toegevoegd. Is het vastleggen van deze spelers allemaal verantwoord geweest? Ja, wat hebben we dan vastgelegd? Wat hebben we nou vastgelegd? Babovic is volkomen gratis. Je moet ook op een gegeven moment een aantal spelers hebben. En dat doen we met elkaar. Ik bedoel, we hebben met elkaar, ik neem de volle verantwoording daarvoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. We hebben met elkaar hebben we dat zo goed mogelijk onderzocht, bekeken. DVD's, wedstrijden bezocht enzovoort. Maar het is toch geen rijtje waar u trots op bent? Nee, natuurlijk niet. Maar ik kan op een gegeven moment niet meer doen. Nogmaals, het enige waar we geld aan uit hebben kunnen geven is aan Cissé geweest. Nou, daar lopen we dan tegenaan dat hij sinds oktober vorig jaar niet meer fit is geweest. Ja, daar kan niemand wat aan doen. Voor de rest hebben we jongens, er zijn 4 jongens die zijn gehuurd. Die zijn gehuurd zonder zelfs ook maar kosten te hebben in de salarissfeer. Ja, daar kan je dus niet van verwachten. KK is niet te huur. En Suarez is over 2 jaar ook niet te huur. Dus je komt automatisch in een vijver van spelers terecht. Wat natuurlijk, doordat het feit dat ze ofwel uit hun contract lopen, ofwel op dat moment niet bij hun club aan het spelen zijn, die dus niet direct een versterking zijn, wat normaal gesproken spelers zijn voor de breedte. Maar verder kom je dus niet. En dat is dan juist het grote probleem. Want je hebt dus straks een aantal dragende spelers. We kennen ze. Vlaar, Ver. Ver, Vlaar, Wijnaldum, noem ze maar op. Een aantal dragende spelers, als die dus op een gegeven moment ook er niet toe komen om hun contract te gaan verlengen voor 2012. Dat betekent dus dat je noodgedwongen in je bedrijfsvoering deze jongens in 2011 moet proberen in de markt te zetten, eind van dit seizoen. Dat je dus ter vervanging van die jongens, los even van dat er een transfer aanhangt die in de schuldenlastsanering gaat, maar dat je dus ter vervanging van die jongens ook weer komt te zitten in de vijver van jongens die te huur zijn. Als die goed is, is die niet te huur, als het echt een topper is. Mm-hmm. Een topper is niet te huur. Of je komt terecht in weer ter vervanging van deze jongens, in jongens die dus bij een andere club uit hun contract lopen in 2011 en niet verlengd worden. Mm-hmm. De allerbeste toppers van die club, die worden verlengd. Die lopen niet uit hun contract. Dus je begrijpt dus dat je op dat moment... Het is niet somber, het is realistisch en we geven het niet op. En we zijn er dag en nacht mee bezig om allerlei creatieve oplossingen te vinden. De schoudertjes hangen een beetje niet. Nee, de schouders hangen niet. Ik maak me zorgen. Ik maak me erg veel zorgen om Feyenoord. Omdat ik bang ben dat als we dat proces niet kunnen keren, dat Feyenoord gewoon de komende 4, 5 jaar gewoon een, met alle respect voor die anderen, gewoon een middenmotor is. En dat hoort niet bij de status van Feyenoord. Dat verdient de achterban van Feyenoord niet. Dat hoort niet bij de uitstraling van Feyenoord. Dat kan dus niet, maar het gebeurt dus wel. En ik maak me dus zorgen over die club, dat we inderdaad de komende 4, 5 jaar boven in het rechterrijtje, onder in het linkerrijtje, en dat is het maximale.
En met die zorgen en dat is, en dat, ja, mag ik daarom bezorgd zijn? Ja, dat mag, maar met die zorgen moeten we ook helaas eruit, want hij zit erop. Het is wel de realiteit. Het is de realiteit. Op het moment dat Fer eruit loopt, zal een nieuwe Fer... Wij lopen uit de tijd van de Wij lopen uit de tijd, dus we moeten dit zeg maar ergens gaan afronden. We komen nog een keer terug, dan praten we er verder over. Graag? Denk er niet aan. Dit was FC Rijnmond voor deze week. Volgende week zit hier Hans Kraaij en veel plezier zondag met de klassieker. Laten we hopen op een mooie wedstrijd Feyenoord-Ajax. Oh ja, doe even op dit. Zeg jij lekker knakkie. Ik heb er nooit van gewoon knakkie. Wat een rare bijnaam is dat, zeg knakkie. Dus doe even op dit. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Energiewacht.